De ondernemer Ashok Kumar Suchit, die heeft er grote schade geleden tijdens de grote regenperiode. Hij heeft er heel wat legkippen, slachtkippen, doksen verloren. Ook zijn aanplant bestaande uit bananen, cassave, peper, tomaten en noem maar op. Dat is allemaal verloren gegaan. Toen hij begreep dat zij als landbouwers een compensatie zouden krijgen, heeft hij ook de benodigde documenten ingediend. En nu is het een loperij. En nu is het bedelen, zegt hij. We zijn zoveel maanden verder en ik heb er nog geen kooppatiënt gehad. Waarom anderen wel en waarom wij van Weg naar Zee niet en van Quatta ook niet, zegt de landbouwer, zegt deze ondernemer in gesprek met TBN Prime Alert. Als je bezig bent met kweken, is het de eerste keer voorgekomen dat hier onder water heeft gezeten? Ja, voor het eerst, ja. Dus jullie werden verrast daarmee? We zijn verrast geworden, want ik heb al 3 partijen leghorens gekweekt hier. Nooit was hier onder water. De laatste partij wat had ingezet, 5000 stuks, is in de grote regentijd alles onder water gegaan. Bijna een week had het geregend. En door die verstopping op de monding van de oceaan is het water blijven staan. Hoe hoog stond het water hier? Het water was bijna 1 meter hoog hier. Boven je knieën? Boven mijn knieën. En dokter Sharman heeft gefilmd en gezien, heeft persoonlijk was hij komen oriënteren. Deu Sharman. Deu Sharman, assembleelid. Ja. En wat mijn probleem is dit, kijk, wat een grote inzet, wat deze kippen waren nauwelijks 6 maanden oud. Ze waren bezig te leggen. En je weet pas inzet, 1 zak voer kost in die tijd 500 SRD. En een kuiken kostte in die tijd 19 SRD. Nu alles, ik heb alles verloren, ik heb niks meer. Overheid, de president had in de assemblee gezegd, hij zou ons vergoeden. LVV-minister zou vergoeden. Wij krijgen niks. Hoe gaan wij die dingen inzetten? Als ik bij LVV ga, dan word ik gestuurd. Vleugel 1, vleugel 2, vleugel 3, vleugel 4. Deze directeur, andere directeur. Je gaat, je rent totdat je moe wordt. Nergens wordt je geholpen. Ik doe het niet alleen maar aan pleinvee. Ik doe aan groot landbouw. Ik heb op uitkijk 18 hectare bananen verloren. Was daar ook onder water? Alles onder water. Op Larico heb ik 20 hectare. Daar heb ik ook bananen geplant, cassave geplant. Niks heb ik kunnen oogsten. Ik ben helemaal failliet geraakt nu. De overheid, zonder overheidssteun kunnen we niet meer boven komen. Mensen worden uitbetaald. Maar wij die dringend geld nodig hebben om onze kooien weer te vullen, onze landbouwarealen weer aan te pakken. Ik heb 1 hectare amsoi, kaisoi, paksoi verloren. 1 hectare boulanger. 1 hectare entireblad. Alles heb ik verloren. Niets heb ik kunnen oogsten. 1 hectare tomaat heb ik verloren. Met alle foto's zijn bij LVV. Maar ja, nu, als je daar gaat, word je met niks geholpen. Ik weet niet wat ik moet doen. Daar heb ik grote schulden bij de bank. Ik heb 15 arbeiders. En los heb ik ook 15 arbeiders. Dus 15 vast, 15 los. Nu moeten ze naar huis gaan. Want ik kan ze niet meer verzorgen. En wacht eens op de overheid dat ze met steun komen. Je rent, je rent, je rent. Niet eens de directeur kan je bereiken. Laat staan minister. Je gaat, je geeft je naam op. Meneer, u wordt opgebeld. Meneer, u wordt opgebeld. Als je een van de jongens daar kent, je gaat de dag die hij je ontvangt, de volgende dag, blijf je krom bellen. Ze nemen die telefoon niet eens. Ze doen alsof ze je niet eens kennen. Ze zeggen, je wordt later gebeld. Zo is het afspraak bij LVV. Je wordt later gebeld, maar nooit word je gebeld. En op zo'n manier gaan we nooit voedselschuur worden. Hoor. Als je de landbouwers niet kan helpen. Kijk, niet alleen ik. Weet je hoeveel boeren hier niet meer kunnen planten, hoeveel ze niet meer aan veeteelt kunnen doen? Is meer dan 20 stuks boeren die op Weg naar Zee grote verliezen hebben geleden. Dus u kweekt hier niet meer in deze hok waar we nu staan? Ik heb geen geld meer. Ik heb geen geld meer om te doen. Hoe moet ik dit kunnen rennen? Nu moet ik, maar ik heb niet eens geld om mijn eten te kopen, lastig om kippen te kopen. 1 kuiken kost nu, zelfde kuiken wat ik voor 19 had gekocht,
kost 27 gulden. Een zak voer kost 650 gulden. Hoe moet ik het doen? Al mijn landbouwarealen zijn onder water gegaan. Alles heb ik verloren. Eén zak mes kost 1250. Een blik tomaat, een goede tomatensaat is boven de 3.500. Ja. En daar zijn niet veel plantjes, er zijn 1000 stuks plantjes. Toch, als je een gesprek wil hebben, ben je nergens kan je een gesprek vinden. LVV Quota, je gaat voor advies. Meneer, je loopt naar hoofdkantoor. Als je naar hoofdkantoor gaat, meneer, ik kan niks doen. Je gaat naar Uitkijk. Ik heb daar 18 hectare banaan geplant. Die zouden zaden al trossen geven. Alles heb ik verloren. Je gaat daar, je vraagt zelf een bewijs dat je bij de bank kan wijzen. Hey, ik heb zo'n groot verlies gelezen. Je kan niet eens een bewijs krijgen. Ze geven je niks. Je hoort alleen maar, meneer, u wordt opgebeld. Meneer, u wordt opgebeld. We hebben uw dingen naar hoofdkantoor gestuurd. Hoofdkantoor, wat pleinsector betreft. Je kan daar lopen totdat je krom wordt. Niemand, je weet niet wie die persoon is. Er is een directeur, je kan hem nooit vinden. Dus ik ben gegaan, die directeur is op vleugel 4. Je gaat naar vleugel 4, dan zeg je directeur is op vleugel 2. Je gaat naar 2, niemand weet waar die directeur is. Je zoekt, dan ga je naar de veeteelt, dan ga je naar de landbouw. Administratie daar bij de landbouwgedeelte. Je hebt een jongen die daar je helpt, maar dat is alleen maar voor eventjes, alleen om je te troosten. Ja, jullie worden in tranches betaald, maar in tranches worden mensen betaald die 2000 moeten krijgen, niet 200.000 of 300.000. Kijk wat een hectare banaan kost om te planten, dan moet je zeggen, wij landbouwers zijn eigenlijk voor. We zijn zomaar in dit land. We kunnen deze overheidskaart krijgen. Wat ziektekosten betreft. Je gaat voor een ziektekostenkaart. Je wordt nergens geholpen. Ze geven je niet. Meneer, u hebt het. U doet het aan landbouw. U hebt het voldoende. Maar wat voor verlies wil je? Dat verlies is te groot. Afgelopen mei wat wij aan landbouwers hier in korte omgeving hebben geleerd. Bijna zijn iedereen failliet. Als de overheid niet gaat inkomen. Komend jaar ga je duidelijk opmerken, en nu al merk je, met de prijzen op de markt, daardoor komt alles. Maar ja, die grote boeren krijgen hun geld thuis bezorgd. Maar wij kleine mensen, voor ons wordt er niks gedaan, want je moet connecties kennen. Als je geen connecties hebt, word je nergens geholpen. Hoe groot? Op Saramaka, op Uitkijk, dus ik bedoel, ja, Uitkijkpolder en hier, ja. Totaal de schade. Bijna 7 tot 8 miljoen. Daar in de buurt zit ik. Berekend 18 hectare bananen die waren zo, dat 2 maanden zouden ze oogst geworden. Cassave, bijna 20 hectare. We zouden nu gaan trekken. Het was tijd om te trekken. Maar ja, niks heb kunnen oogsten. In 5 dagen, dag en nacht heeft het gerekend. En alles onder water gelopen. En nu. President heeft zo mooi ons beloofd. Minister is zo mooi in de assemblée. Ze komt, helaas heeft hij gezegd, hij heeft de mensen al uitbetaald. Maar wij grote landbouwers van Uitkijkpolder, Jarikaba, weg naar zee. Niemand heeft een cent gehad. Waar moeten we gaan? Wat moeten we doen? Hoe moeten we opkomen? Hoe moeten we zaden komen? Hoe moeten we onszelf verzorgen? Dan moeten we belasting betalen. Laat de minister ons deze antwoord geven. Hoe moeten we nu opkomen? En hoeveel zou u uitgekeerd moeten krijgen? Kijk, bij mij gaat het niet hoeveel. Maar het moet een goed bedrag zijn dat ik mijn sector kan starten. Dat is dus een klein bedrag. Ik eis niet, ik weet het wat de minister. Maar je moet één ding zeggen. 1 hectare banaan om te planten en om tot de oogst te verzorgen. Heb je 500.000 nodig. Dat mag je weten. Dus voor die 6 hectare, ik bedoel 6 hectare, wat mijn blokken zijn, 6 hectare. Daar kweek je 10.000 bomen bananen. En bereken alleen voor die 3 maal 6 hectare, 18 hectare. Wat voor van 1,8 miljoen heb ik alleen maar aan uitkijkverlies geleerd. Hier op weg naar zee, 5.000 leghoorn. 1.000 slagkippen, 500 doxidoxas. En hectare, amsoi, kaisoi, boulanger.
tijerblad, larico. Grote arealen met cassavo, alles onder water. Dat heb ik niet eens ingediend. Want ik was zo moe geworden, ik was zo gefrustreerd. Dat heb ik niet eens ingediend. Ik heb foto's, alles, maar ja. Maar waar heeft u ingediend? Weg naar zee en uitkijkpolder? Ik heb weg naar zee ingediend en uitkijkpolder. Want ik dacht, hey, als ze me iets geven dat ik weer kan starten. Ik wil een startkapitaal hebben. Niks. Of geen maar lening tegen zachte rente. Een lening van 5% of 3% dat wij kunnen opkomen. Maar er wordt nergens gehoord gegeven. Als je bij de bank gaat, meneer, u hebt schulden. U moet onderpand zitten. Waar gaan we die onderpand halen? Van waar gaan we halen? We hebben al één keer gezet. Om alles bij elkaar te brengen. Ja, maar u zegt, u zoekt naar een startkapitaal, ja. Heer Suchit. Maar zegt u dat u wel dat hier weer gestart kan worden? Gaat het hier niet weer onder water raken en ook op uitkijkpolder? Kijk, we hebben het probleem is bij de overheid, het perceel heeft geen probleem. Dat we hier, als ze die monding van die oceaan schoon hadden gemaakt, zouden we nooit onder water zijn. Maar dat is nu wel gedaan, toch? Nu pas hebben ze gedaan, als alles onder water is en na anderhalf maand heeft de overheid dat ontdekt. Dat het daar schoongemaakt. En niet door de overheid ontdekt. Het is door de particulieren ontdekt. Dat daar schoongemaakt moet worden. Ja. Dus u zegt, u bent weer ready om te kweken en te planten. Echter, heeft u een startkapitaal nodig? Ja, ik heb een startkapitaal nodig om dit te starten. Want om dit te starten moet ik zeker een 600.000-700.000 hebben. Want alles moet gereinigd worden, kooi moet gewassen worden, kuikens moeten gekocht worden, voer moeten worden gekocht. En pas na 6 maanden of 5 maanden ga je beginnen eieren te krijgen. Maar hoe zit het met die collega's zelf hier op weg naar zee? Allemaal. Niet uitbetaald? Niet uitbetaald, daardoor bijna 3/4 van die landbouwers van weg naar zee zijn failliet geraakt. Failliet geraakt, ze kunnen niet meer planten. Nu moeten wij die arbeiders in dienst hadden, moeten werken om voor ons kinderen te zorgen bij iemand anders perceel. Zo erg is het geworden. En toch krijgen we van nergens krijgen we aandacht. Niemand kan ons bezoeken, niemand kan kijken. Maar als de verkiezingstijd nadert, komt iedereen. Meneer, stem voor mij, stem voor mij. Maar ik zie dat u ook hier grote investeringen hebt gepleegd. Hier heb ik bijna 16 tot 17 miljoen geïnvesteerd. Je ziet 5 hokken heb ik, grote hokken. 5 grote hokken, er is landbouwareaal achterin, voorin landbouwareaal. Naast heb ik bananenareaal. Ik doe hier bijna ongeveer in 10 tot 12 hectare aan landbouw en veeteelt. En ik was bereid nog een paar hectare te huren, want ik bepaalde percelen die niet van mij is, huur ik, dat doe ik landbouw daarin. Op Uitkijk heb ik gehuurd, op Larico heb ik gehuurd. Maar als de overheid geen kas, wij proberen om zoveel mogelijk van de overheid af te blijven. Maar als wij een probleem zijn, moet de overheid ons helpen. Als ze niet gaan helpen, waar gaan we dat geld halen? Waar? En hoe gaan we het doen? Nu ben ik failliet geraakt. Vroeger kende iedereen Suchit, toen ik had. Niemand kent me nu. Voor de verkiezing belde iedereen aan mij. Suchit, kom me helpen. Ondersteun hier, ondersteun daar. Nu kent niemand Suchit. Ik geef geen raad meer. Wat ik moet doen, hoe ik aan kapitaal kan komen. Ik heb gehoord dat de overheid uitdeelt, maar in mijn stukken, als je daar gaat zoeken, kan je nergens vinden. En ze zeggen, meneer, komt u morgen. Als u morgen gaat, die persoon is er niet. Of het was waarom die persoon is weg. Ga kijken wat op RVV hoofdkantoor, hoe het eruit ziet, dat moet je me zeggen. Want wat is met die stukken gebeuren? Maar wij landbouwers, als het ons niet lukt, dan moeten we op straat komen dan. Is de enigste optie. Want ik praat namens de landbouwers van Kotta, weg naar zee en uitkijk. Want kijk, het probleem is, 1 zak mes is niet hier om te kopen, is 1200 en dat is maar 40 kilo. En met 1200 te spinnen, moet je nog 9 maanden gaan verzorgen, je bananen, je cassave en dan pas kan je oogsten. Wat gaan we in die 9 maanden eten? En ik hoop dat de minister luistert en hij zijn aandacht naar ons toe geeft. En laat hij een bezoek naar ons brengen. Als hij een goede minister is,
Als hij voor de volk wil dienen, moet hij een bezoek aan alle landbouwers brengen. Niet op de hoofdweg. Kom binnen in de wegen. Dan ga je zien hoe de wegen zijn en welke situatie. En welke, waar we werken. Dan pas zal u zien, minister, hoe je landbouwers pilaren.